het en ik lig gelijk. Ik kan vandaag nog komen werken bij je pa in de bakkerij. En wat mij betreft doe ik het dan ook beter dan hij. Skip de garage, laat je auto gerepareerd worden door mij. Als ik iets niet heb, cool, best, man ik heb de juice. Cool best, je praat nog over real en woorden. Ja kijk, ik ben er nog, maar voor de rest is dat ras al lang uitgestorven. Dus maar een theorie, want dan was ik wel erg jong begonnen. Maar met 14-jarigen ga ik niet in discussie, had tijd mijn balzak kunnen komen. Het systeem zorgt ervoor dat rijken rijker worden en de armen armer. Je auto rijdt perfect, maar is afgekeurd, zelfs de RDW is er om je te nakken. Hoe kan je het verzinnen? Lastig vallen met een boete, je ging even pinnen. In het buitenland kan je gewoon je auto op de stoep laten staan, lekker koffie gaan drinken. Op die trutjes was een nut, dus ik doe iets nuttigs. Spuug die lines, ik ben een ice rapper. Ben je rechter, man, ik ook een zwijgrechter. Ik kan op elke plek komen, daar zie je geen Ronnie Flex lopen. Bijvoorbeeld dan, hè, maar elke rijke BN'er kan alles behalve respect kopen. Liep met zo'n rode bandana design op mijn broek geprint. Dus werd goed door een Roffa Blood met Suwoo. 19-jarigen hebben nu gay swag, ik had die Damu drip. Top notch artiesten hebben geen echte chains. De bitch van hun baas Kees heeft real bling in de ring. Zoveel mogelijk murders op de track. Ik hou van gangster rap, maar praat ik met de jongens, dan hou ik het echt. Consequenties en zo, en by the way, met je fake life en fake rhymes, je beledigt veel people, niet alleen mij ermee. Om het islam en Instagram kan je doen alsof je iets bent wat je niet bent. Niks van wat geloof zegt ben je aan het praktiseren. Ik kan toch ook niet zeggen ik ben chirurg als ik niet loop te opereren. Ik ben zo stuk op principes, al ben ik loyaal, jij me blazert. Mensen zeggen wees trouw, je moeder heeft je 9 maanden gedragen. Alsof ze een keuze had, wat moest ze me neerzetten. Geen internet, vang chicks in de XXX. Schrijf een kus met een ex als ik een chickbericht. Old school like that, het enige wat G aan jou is je e-mailadres. Je weet toch, King Lion. Als ik zeg Lion King, dan denk je gelijk Simba of zo. Dus King Lion. Fuck al die lean shit, luister wat gangster rap zwa. Mensen gaan nu zeggen ik oordeel, maar ik vind het allemaal prima. Kind of. Geen mens is perfect, daar heeft ook niks mee te maken. Je weet wat je doet en niet doet. Ik zeg gewoon wat het is. Als je bij Primark of zo werkt, dan ben je geen automonteur of zo. Je monteert geen auto's. Je kan niet zeggen je bent iets, maar je voldoet niet aan wat dat iets verschrijft. Als je niet aan de beschrijving voldoet, ben je het dan? En wat betreft die lijn over je moeder of ouders of zo, kijk, ik ben oldschool en wij hebben geen issues thuis daarmee. Maar ik weet, er zijn mensen en hun ouders zijn teringluis. Dus dan kan je niet zeggen, respecteer je ouders, je ma heeft je 9 maanden gedragen. Fuck that bitch, Manizi. Hé, hey, toch? Als jouw ma, snap je, fuck op tegen jou doet, voor jou niet, snap je wat ik bedoel? Dus ik ben oldschool. Ik ben zo'n type, al belazen je mij. Weet je toch? Snap je? Maar niet iedereen is zo. En als jij fuck op ouders hebt, dan fuck ze. Dat is wat ik bedoel. Dat is wat ik bedoel met die lijn.